Hier de geblesseerde Felice Hermans. Scheurt haar voorste kruisband af. Ongelooflijk zuur voor haar. En een mooi gebaar van de speelsters van Telstar. Die allemaal haar rugnummer dragen en nu aan de voorkant. Kira met een goede bal. Hassani. Hassani gaat schieten en een goed schot. Prachtig doelpunt van Hassani. Samia Hassani. En het hartje is voor Hermans op de tribune. De goal van Samia Hassani is er eentje om in te lijsten. Opening is van Kira. En daar krijgt ze toch alle ruimte. Kan draaien en haalt even uit zich. Dit is een goede bal. Op Rewel. Steen moet komen en doet dat fantastisch. Rebound voor Hendricks. Kan ze schieten. Nog altijd. Nu wel. Steen met de redding. Breewil erbij. Maar goed opletten van Meijering. De Raaf. Wordt zo van de bal afgesnoept door Mottet. En dat weet ze nu ook. Want Wolters maakt een doelpunt. De 2-0 voor Telstar. Steen komt, zit mis. En dan is het een doelpunt voor Excelsior. Doet heel snel wat terug. Goede corner van Spijk. En Groenewegen duikt daar achterin op. Met het hoofd. Een goede bal op Rewel. 3-3 als het opschiet. Rewel met de voorzet. Daar is Van Spijk en wat een kans. Zo kwam Excelsior daar al bijna op gelijke hoogte. Dit is slordig van Donker. En Luzi. Brewel naast zich. Het gaat naar Brewel en die mist. Nog altijd de bal in de 16. Maar wat een kansen krijgt Excelsior binnen een minuut. Daar is Groenewegen weer. De rebound nog. Bal blijft liggen. En die gaat erin. En dan is het Helderman. Die daar dus opduikt. In een carambol. De bal voor haar voeten krijgt. En zo Excelsior op gelijke hoogte zet. Eerste corner koos ze er nog voor om bij Steen te gaan staan. Daarna pakte ze haar ruimte. En dat resulteert gewoon dat ze op de goede plek staat nu. En ook de tweede maakt. Dit is goed van Spijk. Van Spijk en wat een redding van Steen. Met het rechterhandje gaat die bal in het zijnet. Van Spijk meegeven aan Luzi. Dat kan. En Luzi met Van der Pol. De Raaf. Aanname en dan het schot op de lat. Aanname leek niet goed te zijn. Met een stuit. En schieten met links dan in één keer op de volley. Technisch toch knap gedaan. Dit is een goede bal van de Raaf. Elouzi. Elouzi handig. Elouzi. Steen. Goede bal op Brewel. Van Helderman. Hendricks. Technisch knap. Met links zoeken naar de verre hoek. Maar iets te ver. Not it. Reactie. Langs de Ridder. Helderman komt rugdekking geven. Goede bal. Gomez. Wolters. Kan ze daarbij? Ja, maar die bal gaat over. Kans Telstar. Wolters heeft pijn. Dan moet daar contact zijn geweest. Dat zou kunnen. Hier. Gebogen benen. En raakt daar Wolters. Ja, dat doet even pijn. Doelpuntenmaakster van de tweede van Telstar gaat eraf. Mina Lacher komt dus in de spitspositie. Van der Pol. Oh, dit is slordig. Van Meijering. Brewel naar Elouzi. Elouzi gaat uithalen. Elouzi en Steen. Wat is zij belangrijk voor haar ploeg. Wat heeft zij al veel reddingen verricht vandaag.
Hier is Kira. En een goede redding van Pothoff. Was het even opletten. Daar dook Kira ineens op in de 16. Hassani, ja, die moet je niet laten schieten. Doet ze wel op de paal. Werd nog van richting veranderd. Wat was Hassani daar dichtbij haar tweede treffer. Elouzi, de diepgaande De Raaf. Voor de goal. Hendricks onder andere. En Brewel. Maar reddingsteen. Leuke wedstrijd in de Azerion Vrouwen Eredivisie. 2-2. まあ前半入り前からいけてたのもあって、まあ自分がボール持った時に逆サイドの、サミア選手がフリーだったので、まあ、思いっきりサイドチェンジできて、そこからもうサミア選手の個人技ですけど、そこで得点できたので非常に良かったと思います。で、2点目もすごい早く取れたので、まあ本当早い時間帯でもうちょっとボールを落ち着かせたかったなっていうのはあるんですけど、まあ、そこから、セットプレイ、コーナーで失点してしまったので、まあ、そこで少し、リズムを崩してしまったかなっていうふうに思います。まあ、前節の試合で、ちょっと怪我人も出てしまったのもありますし、まあ、新しい選手が出て、やることは変わりないんですけど、まあ、ちょっとピッチもすごく人工芝が深かったっていうのもありますし、まあ、いろんな条件があった中で、まあ、自分たちは本当最後まで、勝つために走ったし、まあ、攻撃もしましたけど、もう本当、ラスト後半、残り15分ですごい、まあ、攻守の切り替えがすごい大変だったので、すごい見てる方たちはすごい楽しんでもらったと思うんですけど、まあ、本当、あと、次の1点っていうのが本当に勝負になるっていうのは分かったので、勝ち切りたかったです。次は、まあ、リーグが休みで、リーグカップが始まるんですけど、まあ、対戦相手が、アヤックスの、カテゴリーが下ですかね。ヤングアヤックスっていうチームと試合するので、本当、まあ、気を緩めることはできないので、まあ、そのカップ戦でも勝って、また次につなげたいなっていうふうに思います。まあ、リーグがいて、日本から JFD アカデミーのチームが、まあ、海外遠征で来るということで、非常に楽しみですし、まあ、オランダのリーグっていうのも、選手たちに体験してもらえれば本当に嬉しいなと思うので、すごく楽しみにしています。